hebben hier eigenlijk de tweede developer meetup, georganiseerd door UiPath en Techstone. Deze sessie hebben we eigenlijk georganiseerd om kennis te delen. Door UiPath software zie je toch, omdat de tempo hoog ligt qua ontwikkeling, en er komen steeds nieuwe releases bij, steeds nieuwe features, dat het best lastig is om bij te blijven. Dus wat mij betreft zou het doel echt zijn om elkaar weer op de hoogte te brengen. Geleerde lessen van elkaar over te nemen, zodat iedereen weer terug kan in zijn of haar eigen organisatie. Om dat toe te passen en zo kwalitatieve, goede robots te ontwikkelen. Er is een enorme hoeveelheid aan nieuwe mogelijkheden met UiPath. En daarom heb ik er maar een selectie uitgemaakt van een drietal onderwerpen. Dat is één onderwerp is onze UiPath Insights, waarbij we meer inzicht geven in onze robots en automations. Een ander onderdeel is AI Fabric, wat helpt om machine learning binnen je automations te gaan gebruiken. En dan hebben we ook nog Human in the Loop, wat helpt om een betere samenwerking tussen robots en onze automations te realiseren. We zijn een jaar of twee geleden gestart met RPA, eigenlijk heel klein, binnen finance, zoals veel organisaties. We zijn gaan groeien met kleine processen, vooral kijken, mensen enthousiasmeren, de robot uit de mens halen, saai werk weghalen, zodat mensen meer creativiteit kwijt kunnen. En ondertussen gegroeid naar zo'n 50 robots, 50 plus ondertussen. En we zijn nu echt een stap aan het maken naar de grotere cases en het echt het inbedden in de staande organisatie. Maar je ziet nu wel dat die integratie met AI-technologieën, dat het gewoon al beschikbaar is. Bij veel klanten van ons ook zien we dat we klein beginnen. We starten met simpele taken, simpele processen. Dus dan is AI nog niet echt te sprake. Maar ja, er zijn hier toch ook wel bedrijven die echt wel verder zijn. Die lopen echt wel voorop. En die zijn toch aan het kijken naar de volgende stap. Ik denk dat artificial intelligence, machine learning echt de volgende stap zijn voor RPA. RPA zijn toch de handjes, de voetjes, de ogen en de oren van de robot. Maar de hersens, dat is AI. Nou, Hop'n'Browse die groeit enorm in de huidige markt. En waar Hop'n'Browse tegenaan liep, is dat we met de huidige bezetting eigenlijk die groei aan willen kunnen. Wat we merkten is dat het personeel gewoon heel veel repetitieve handelingen aan het uitvoeren is. Zeker op de administratieafdeling. Dus we zijn daar gaan kijken om die processen te robotiseren, zodat we tijd vrij kunnen maken, zodat zij zich kunnen focussen op ook waarde toevoegende taken, zoals het trainen van nieuw personeel, et cetera. Niet die repetitieve handelingen die ze momenteel uitvoeren. Als je mensen heel veel dingen dezelfde handelingen laat doen, dan zullen daar fouten tussen zitten. Dat is onvermijdelijk. Dat is bij robots niet het geval. Dus je kunt sneller de klant bedienen. En nauwkeuriger.